nou? Het is maandagmorgen en hij is natuurlijk niet zomaar. Ja, dat zou bijna kunnen. Hij wist het zeker, Ruben is de mol. Helaas voor hem vervulde Jan die rol. Zelf is hij zo charismatisch als Enzo Knol. De maandagmorgen is voor... Martijn Kartoon. Maandag 12 maart, het afgelopen weekend, stond voor mij nog steeds een beetje in het teken van Internationale Vrouwendag. Want ik zal maar meteen open kaart spelen. Ik maak me zorgen, jongens. Zwaar onder de indruk was ik van de manier waarop vrouwen de afgelopen Vrouwendag voor de dag kwamen. Sterk, onafhankelijk, een echte groep. En ik dacht ineens, gelijke rechten, zeker, moeten we alles aan doen. Maar letten wij mannen wel goed op? Want het duurt echt niet lang meer voor de vrouw ons op alle fronten is gepasseerd. Wij zitten maar een beetje lui in een hoekje te kijken hoe de vrouw steeds meer terrein wint. En wij doen niets om daar maar een beetje mannelijkheid tegenover te stellen. Ik denk zelfs al veel langer dat wij mannen inmiddels het zwakke geslacht zijn. Ik zal uitleggen waarom. Een tijdje terug zat ik televisie te kijken toen ik mijn vriendin ineens naar me zag staren. Wat is er? Zeg ik. Nou, jij hebt twee uitstekende wenkbrauwharen. Dus ik zeg, nou, wat ontzettend aardig van je, dankjewel. Nee, zegt ze, je hebt twee uitstekende wenkbrauwharen, die moeten er dus uit. Ook hier zie je het meteen, hè, de ziekelijke neiging om alles maar gelijk te willen houden. Zelfs onze wenkbrauwharen moeten gelijk zijn. Maar ik zeg tegen haar, nou, ik kan het toch nog steeds zien. Ik denk niet dat het nodig is. Nee, zegt ze, dat zo gebeurt, heb ik een apparaatje voor, dat ligt in de badkamer. Dan trek je dit zo uit, joh, dat is geen probleem. En dat klopt, dat heb ik haar inderdaad wel eens zien doen. Eén keer in de week of zo, dan gaat ze naar de badkamer. En dan staat ze zo op voor de spiegel, zo hup, hup. Ziet heel makkelijk uit. Ze heeft twee haren bij mij verwijderd, ik ben 3 dagen blind geweest. Een paar dagen later, ik kon inmiddels weer zien, gingen we eten in een all-you-can-eat sushi-restaurant, die natuurlijk sowieso al beter all-you-can-eat and then just a little bit more so you feel disgusting and angry at yourself restaurant kunnen eten. Want zet mij aan een lopend buffet en ik krijg een waas voor ogen. Ik heb ooit bij een hotelontbijt zoveel op mijn bord geschept dat 2 andere hotelgasten van mijn bord kwamen scheppen omdat ze dachten dat dat het buffet was. En natuurlijk kreeg ik enorme buikpijn. We gingen naar huis en ze legden me op bed met een warme kruik en een washandje op mijn voorhoofd. Ik heb zulke erge buikpijn, ik uit. Ja, ik weet het. Dit voel ik iedere maand, beet ze me toe. En opnieuw was ik meerdere dagen uit de roulatie. En tijdens deze periode van arbeidsongeschiktheid, ik heb zelfs een diefstal van mijn tourbus moeten verzinnen om mijn revalidatie te kunnen dekken, heb ik volop de tijd gehad om na te denken. Als je dit soort helse pijnen kunt doorstaan, dan ben je dus al lang het sterke geslacht. En ik dacht, het is genoeg. Ik moet mijn mannelijkheid terugveroveren. Ik moet laten zien dat ik nog steeds die oerman in me heb. En toen zag ik het ineens. Als een visioen. Ik zat te plassen op de wc. En ik dacht, ik weet wat ik ga doen. Ik ga klussen. Klussen in huis, natuurlijk. Dat is nog echt iets waar je je mannelijkheid kunt tonen. Iets moois maken in huis. En dat de vrouw dan denkt, kijk wat die kan. Mijn man, wat ze ogen zien, kunnen ze handen maken. Dus ik spoel door, ik was mijn handen en ik roep door het huis. Lieverd, ik ga een regendouche voor je maken. Geen reactie. Tuurlijk bedenk ik me, ze is gewoon aan het werk. Nog beter... Dan kan ik haar verrassen met een nieuw geïnstalleerde regendouche als ze thuis komt. Dus ik ga naar de bouwmarkt. Ik kom binnen in de bouwmarkt en ik snuif de geur op van mannen en dingen bouwen. Ik zie hamers en beitels en apparaten die ik nog nooit heb gezien. Maar ik weet dat als ik het eenmaal vasthoud, ik precies weet hoe ze werken. Genetisch, als een kat en zijn kattenbak. Je weet hoe het werkt. Ik ben een man, ik moet dit gewoon kunnen. Dus ik pak de eerste regendouche die ik zie en ik keer huiswaarts. We hebben nu 1,5 week een regendouche. Mijn vriendin bivakkeert al 1,5 weken elders woest passen om die regendouche. En oké, er zit geen douchekop op. Maar ik heb nergens op internet kunnen vinden dat een gat in de waterleiding met continu stromend water niet gewoon telt als douche, oké? En elke keer als ik eronder sta, denk ik, zo, kijk mij staan, dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gekregen. En daarom roep ik deze dag uit tot Internationale Regendouchedag, want ik ben een man, ik bouw dingen, en het is tijd dat de hele wereld dat weet. Martijn Kartoon! Oproepje doen voor een goede aannemer in de omgeving van Amsterdam? Ja, ik had wel iets lager kunnen praten over, denk ik me. Ik stond in mezelf. Ik stond zo te praten hoe je erg mannelijk ik was. Maar goed. Martijn, tot volgende week. Tot volgende week. Gezellig.